deze nieuwe video. Vandaag een leuke video over Essence. Ik ga weer nieuwe make-up testen van de Essence. Ik zag echt al over Instagram, al over internet, dat Essence met een aantal nieuwe producten is uitgekomen. Het is al wel 2 à 3 weken geleden, dus ik ben een beetje laat. Maar dat maakt niet uit, want ik ga het gewoon alsnog doen. Ik ben bij de Kruidvat geweest en ik heb hier een hele zak met al die nieuwe make-up. En daarmee ga ik gewoon een make-up look maken. Ik heb volgens mij niet genoeg voor een full face nieuwe make-up. Maar ik heb gewoon een beetje wel alles gepakt wat een beetje nieuw was. Dus ben je benieuwd naar deze make-up? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel door met de video. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Essence had 3 nieuwe primers. En die mij het meeste aansprak was de Prime Plus Studio Mattifying Pore Minimizer Primer. Dat is echt een heel verhaal. Deze vond ik vooral leuk omdat hij dus zwart is. Er zit zwarte klei in. En dat vond ik wel heel erg apart. Deze maakt dus mat en maakt je poriën minder. Ik ben echt all about producten die je poriën minder maken. Want ik heb die hier. Ik heb ze niet superveel, maar ik heb ze wel. En ik wil die altijd gewoon helemaal bedekt hebben. En deze maakt mat. Omdat er nou veel zon is, is het wel fijn om iets onder je foundation aan te brengen. Wat je gezicht mat maakt. Want dat houdt dan alle vetten en oliën tegen. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik weet alleen even niet alle prijzen uit mijn hoofd. Want op de bon staat niet wat is. Er staat gewoon bij alles Essence make-up. In ieder geval, alles is echt super betaalbaar. Er zit 30 milliliter in deze verpakking en dat is echt best wel veel. Kijk, het is ook echt grijs. Dat is wel apart. Ik hoop niet dat het mijn gezicht te grijs gaat maken, want dat is weer niet mooi. Kijk, het brengt ook echt grijs aan. Dit is echt heel apart. Het ruikt naar een bepaalde geur die ik niet heel lekker vind ruiken. Misschien anderen wel, maar ja, het is niet mijn kind of geur waar ik van hou. Ik moet zeggen, hij bracht wel grijs aan, maar hij maakt mijn gezicht niet grijs. Je kunt ook zien, als je het gewoon uitsmeert, smeert het gewoon uit naar geen kleur. Dus dat is wel fijn. Het plakt ook een beetje. Dat wil ik ook altijd. Of hij nou echt mijn poriën minder heeft gemaakt, ja, ik weet het niet. Volgens mij niet echt, maar hij heeft mijn gezicht wel mat gemaakt. Ik voel het ook echt helemaal. Dus dat is wel fijn. Voor foundation heb ik de nieuwe Essence hashtag Insta Perfect Liquid Matte Foundation. Is ook weer een hele mond vol. Deze is dus echt een matte foundation. Er staat ook op extreme matte en waterproof. Ik heb hem in de kleur 60. Dit was volgens mij de op 1 na donkste kleur. Essence is nooit zo goed in kleurenvariatie. Alles is altijd best wel licht. Dat moet je wel weten. Dit was echt een van de donkerste. Dit is de kleur Crazy Caramel. En ik ben heel benieuwd. Het is ook echt super klein, maar deze is ook maar 5 euro. Dat weet ik toevallig nog wel, omdat ik zo onder de indruk was van de prijs. Maar het potje is ook echt super klein. Het is gewoon, zeg maar, mijn handpalm. Nou, ik ga het gewoon weer even aanbrengen met mijn Queen Tarsi spons. Ik breng gewoon zo een beetje erop aan. Ik hoop dat de kleur een beetje matcht. Ik had het in de winkel al een beetje geswatcht. En volgens mij matcht die wel. Essence, ik heb ook altijd een beetje moeite met Essence qua kleur. Omdat alles allemaal zo rozig is. En niet echt een gele ondertoon. En deze lijkt wel een beetje geel te zijn. Of ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik kan het gewoon nu al zien. Nou, ik heb de hele foundation aangebracht. De kleur is echt perfect. Dus als je mijn huidskleur hebt, is de kleur 60 goed voor jou. Ik ben alleen echt aan het twijfelen of dit de donkste was of de op 1 na donkste. Het is één van de twee, maar de kleur is echt perfect. Hij is lekker mat. Ik heb er ook die matte primer onder. Dat maakt het allemaal nog extra mat. Deze is echt geweldig. Dit is echt de beste foundation van Essence die ik tot nu toe heb gebruikt. Tot nu toe was er geen enkele foundation van Essence waarvan ik echt dacht, wauw, en die ga ik echt vaker gebruiken ofzo. Maar deze, ik ga deze zeker vaker gebruiken. Ook voor de prijs. Hij bracht lekker makkelijk aan. Je hebt ook niet veel nodig. Het is een beetje een medium tot volledige dekking. Er staat ook op het flesje dat je het kunt opbouwen. Dus de dekking kunt opbouwen. Ik heb het nou gewoon een beetje normaal aangebracht. Niet te veel. Dus vandaar dat het een beetje mediumachtige dekking is. Ik denk dat als je meer aanbrengt, het wel naar een volledige dekking kan gaan. Voor concealer heb ik de Essence Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Je hebt ook een matte. Je hebt dus een matte versie en een Healthy Glow. Dit is de Healthy Glow. Alle kleuren zijn licht. Letterlijk, er is letterlijk geen enkele kleur die ook maar een beetje donker is van deze concealers. En er waren niet veel opties meer. Ik wilde eigenlijk de matte pakken, maar daar was er nog maar eentje van. En van de Healthy Glow waren er meer, dus ik heb gewoon die gepakt. Hij is ook waterproof. Ik heb deze in de kleur 20 Light Neutral. En ja, ik ben wel benieuwd. Op zich ben ik nou wel blij dat ik een Healthy Glow heb gepakt, want mijn gezicht is al best wel mat en anders werd het misschien allemaal te mat. Maar hij lijkt wel echt heel
Er staat op dat het je wallen bedekt en oneffenheden op je gezicht bedekt. Dus als je enige oneffenheden hebt op je wangen of wat dan ook, kun je het gewoon daar ook een beetje aanbrengen. Ik heb dat niet. Ik breng het gewoon alleen onder mijn ogen aan. De applicator, ik vind dit echt een geweldige applicator. Je kunt het gewoon lekker makkelijk aanbrengen. En ja, het is echt super licht. In principe, ik vind dat nooit echt super erg. Want ik hou wel van een beetje lichte onderogen. Maar dit is wel echt heel, heel licht. Hij voelt ook best wel dik aan. Dus ik denk dat hij wel goed gaat bedekken. Ook een beetje op mijn kin, mijn voorhoofd en een rechte lijn op mijn neus. En dan ga ik het weer uitblenden met deze spons. En ja, als hij te licht is, dan breng ik gewoon straks iets meer bronzer aan en zo. Maar hij is echt te licht. Oké, ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat dit gewoon bijna wit is op mijn gezicht. Dit is echt way too licht. Ik ga deze niet meer gebruiken, alleen door de kleur. Wat vind ik gewoon van de concealer van de rest? Ik vind hem niet zo. Ik vind de textuur niet heel smooth. Hij gaat ook een beetje in de lijntjes onder mijn ogen. Hij dekt niet heel goed. Ik heb zelfs iets meer aan moeten brengen hier zo. Omdat het gewoon... Ja, ik zag mijn huid gewoon nog. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat het goed bedekt onder mijn ogen. Dus ik ben niet echt heel impressed met deze concealer. Ik heb verder niks qua poeder of contour of wat dan ook. Dus ik ga even mijn gezicht baken, contouren en dan ben ik zo weer terug. Oké, ik heb het een beetje ingezoomd om goed te laten zien wat de concealer doet. Hij is helemaal hier onder mijn ogen is hij aan het creasen. En hier in mijn binnenste ooghoek brengt hij ook niet lekker smooth aan. Hier is het ook een beetje allemaal aan het opfrommelen. En dat doet hij bij allebei de ogen. Hier is dat ook weer. En ook hier is hij aan het creasen. Dus ik vind de concealer niet echt geweldig. Oké, wat ik nou heb gedaan is ik heb gecream contoured en gecream bronzed. En ik heb poeder aangebracht over mijn hele gezicht. Cream bronzen doe ik niet echt altijd. Maar in dit geval wel omdat ik mijn gezicht iets donkerder wilde maken. Omdat de concealer alles echt veel te wit maakte. Maar... I can work with it. Ik ga nou oogschaduw aanbrengen. Ik heb van Essence de Follow Your Heart Eyeshadow Palette. Deze lijkt super mooi. Je had hem in verschillende versies volgens mij. Maar ja, ik heb gewoon deze. En deze heeft een spiegel, vind ik heel fijn. En heeft echt prachtige kleurtjes. Ik vind hoe dit eruit ziet echt geweldig. Je hebt, even kijken, je hebt twee glitterkleuren en de rest is allemaal mat. De enige die glitter zijn, zijn deze en deze heeft een klein beetje glitter, maar niet heel veel. En deze is gewoon echt glitter. Voor de rest is alles mat, dus het is best wel een mat oogschaduwpaletje. Oh nee, wacht. Oh nee, die is ook glitter. Dus drie glitters en de rest zijn allemaal mat. Dit zijn echt hele mooie kleuren. Je kunt er ook een hele look mee maken. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Dus ik ga hier gewoon iets leuks mee maken. Dit is heel mooi voor like herfst, lente-ish. Deze kan voor de herfst en voor de lente eigenlijk. Wat ik eerst ga doen is deze witte kleur. Die heet White On. En die ga ik aanbrengen onder mijn wenkbrauwen om die een beetje te liften. Er komt alleen niet echt heel veel glitter vanaf. Zoals ik al zei, de enige echte glitter is deze. En die twee zijn meer mat met lichte glittertjes er doorheen. Oké, ik zie echt helemaal niks. Deze bracht echt niks aan. Ik ga even iets meer aanbrengen. Het is vandaag warm, dus de ramen staan open. Dus er is weer allemaal achtergrondgeluid. Dan pak ik deze mooie peachy matte kleur. Die heet First Blush. Ik denk ook dat je die oprecht kunt gebruiken als blush. En die ga ik in mijn hele akkaarboog doen als de transitiekleur. Want daar lijkt hij mij wel mooi voor. Wauw, hier komt heel veel kleur vanaf. Deze is een stuk beter dan die witte van net. Daar kwam echt niks vanaf. Maar deze wel, heel mooi hoor. Dit paletje was by the way 7 euro. Dan pak ik deze bruine matte kleur. Die heet Bronze Me. En dan pak ik weer dezelfde kwast. En daarmee ga ik er overheen om het ja, iets donkerder te maken. Ik blijf wel ietsje eronder, anders kun je die andere kleur straks niet meer zien. En ook deze matte kleur brengt weer heel fijn aan, joh. Ik heb die donkste bruine kleur even geswatcht op mijn hand en hij swatcht niet echt heel geweldig. Ik ga nou deze beetje oranje koperen kleur gebruiken waar een beetje heel licht van die gouden glitters doorheen zitten. En deze kleur heet Rich Copper en die ga ik op mijn ooglid aanbrengen. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Ook echt heel erg handig dat hier een spiegel in zit. Oh, die heeft echt heel veel fallout. Er valt meteen van alles naar beneden op mijn gezicht. Je kunt het hieronder helemaal zien. Alles hier valt naar beneden. Dat is handig om te weten. Dat delen die matte kleuren niet. Ik breng dit aan tot ongeveer de helft van mijn ooglid. Omdat ik ook deze donkere glitterkleur wil gebruiken. Die ga ik er zo meteen naast doen. Je kunt de glitters
niet echt zien. Dan pak ik deze donkerbruine glitterkleur. Die heet Jet Set. En die ga ik ernaast doen. Nou, ik heb nou 1 laagje aangebracht. En zoals je kunt zien, er komt niet echt heel veel vanaf. Het is ook niet echt glitter. Dus tot nu toe zijn de matte kleuren echt heel fijn. Maar de glitters vind ik niet zo mooi. Dan pak ik weer die fluffy kwast van net. Ik heb er verder niks meer op gedaan. En dan ga ik even die 2 kleuren in elkaar uitblenden. Als dat een beetje wil lukken. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur Chocoholic. En die ga ik een beetje in de buitenste ooghoek doen. En alles een beetje mooi in elkaar blenden. Deze donkerbruine matte kleur brengt wel weer heel mooi aan. Die is wel wat donkerder. Nou, dan pak ik de kleur Bronze Me. En ik pak de kleur Chocoholic. En die 2 ga ik allebei aanbrengen onder mijn ogen op de onderste wimperrand. Oké, dan ben ik klaar met dit paletje. Wat vind ik ervan? Ik vind de matte goed. De glitters dus absoluut niet. Ik vind de kleuren allemaal heel mooi. Als de glitters gewoon goed waren, vond ik het echt een geweldig paletje. Ook omdat die maar 7 euro is. Als het jou alleen gaat om de matte kleuren, raad ik dit paletje zeker aan. Want die zijn gewoon echt heel mooi. Maar weet je wat het is? Dit paletje is 7 euro. En voor 3 euro meer heb je een heel goed oogschaduwpaletje van Revolution. Dus ja, vergeleken met dat raad ik dit paletje niet per se aan. Ik vind hem gewoon niet zo goed genoeg. Ik ga even eyeliner opdoen. Ik heb daarvan niks nieuws. Dus ik gebruik gewoon even eentje die ik al had. Ook van Essence. En dit is de Superlast Eyeliner Waterproof. Ik ga even snel een wing maken hiermee. Nou, dat ging lekker snel en makkelijk. Ik vind deze by the way ook heel fijn. Ik heb wel iets nieuws van mascara. Ze hebben nou de nieuwe Essence I Need a Miracle mascara uitgebracht. Ziet er echt heel cute uit. Er staat op dat het Plus Lash Tinting Complex. Dus dat het ook je wimpers tint in de zwarte kleur. Volumizing en Strengthening Mascara. Dus ik ben hier wel benieuwd naar. Ik vind hem er wel goed uitzien. Lekker zo'n dikke applicator. Dat vind ik altijd fijn. Ik vind Essence mascara's bijna altijd wel fijn. Dus ik hoop deze ook. Hij brengt een beetje raar aan. Niet op, per se op een slechte manier. Ook niet op een goede manier. Gewoon een beetje apart. Hij is een beetje droogachtig. Ik heb wel echt bijna geen wimpers. Ja, tenminste, mijn wimpers zijn niet heel lang. Ik vind het heel fijn dat hij mijn wimpers echt soort van borstelt. Alsof ik gewoon met een kam door mijn wimpers ga. Dus hij haalt ze wel lekker mooi uit elkaar. Het is totaal niet klonterig. Gewoon lekker zwart. Ik vind hem tot nu toe wel fijn. Oké, mensen, ik ben nu mijn video aan het editen en ik wil toch even vertellen, die mascara is niet zo goed. Ik heb hem nou vaker gebruikt en hij doet echt gewoon bijna niks voor de wimpers. Als je toch een goede mascara wilt van Essence, dan raad ik de Essence False Lashes mascara aan. Die is zo wit met roze en die is echt veel beter. Deze is toch niet zo goed. Nou, daar ben ik dan weer. Nep wimpers zitten erop. Ik heb ook even snel mijn gezicht gebronst met de Action Bronzer van Max & More Compact Powder Matte. In de kleur 156 Soft Cashew. Deze is oprecht heel erg mooi. Nou, Essence heeft ook een nieuw highlighter paletje. En dit is Essence Go for the Glow highlighter paletje. Heel erg mooi. Dit is de kleur 02 The Warms. En er zit weer een handig spiegeltje in. En dan 3 highlighters. Eentje is een beetje bruinig. Deze is echt heel fel paarsrozig. En deze is lichtroze. Ik heb ze ook allemaal geswatcht op mijn hand. Je kunt ze alleen niet echt heel goed zien. Ze zijn niet super goed gepigmenteerd. Ze lijken allemaal wel echt heel erg heftig. Ik wilde eigenlijk een van de roze als blush opdoen. Maar ja, ze zijn allemaal best wel heftig. Maar ik ga het toch alsnog doen. Pak eerst die lichtste roze. Oké, ik zie wel een lichte glow, maar het is niet heftig genoeg voor op mijn huidskleur. Dus ik pak even die meer donkerdere roze. Nou, daar komt niet echt heel veel vanaf. Dan ga ik deze bruinige kleur gebruiken voor wat het is. Dus als highlighter hier. Oh, zo vind ik hem heel mooi. Lekker veel glans. Kijk hoe mooi deze is. Dit vind ik heel mooi. Ja, ik vind deze echt heel mooi als highlighter. Geeft een hele mooie glow. Ik dacht dat hij misschien te donker zou zijn, maar dat is hij echt totaal niet. Ik dacht dat je die ook wel als blush kunt gebruiken, maar dat kan niet echt eigenlijk. Het zijn echt alle 3 highlighters. Maar wie gaat nou zo'n kleur als deze in het midden vooral op zijn wang doen? Dat lijkt mij niet echt heel mooi. Het was voor mij een beter paletje geweest als die 2 mat waren en dan als blush. Want het is ook een handig klein paletje met een spiegel. Dus het is ook handig op prijs. En dan was het handig geweest als hier ook iets van een blush of zo in zat. Of een blush en een bronzer. Dat je gewoon een beetje een to-go paletje had gehad. Want nou is eigenlijk de enige die ik zou gebruiken deze als highlighter. Oké, dan de laatste producten zijn voor de lippen. Deze leek mij echt heel erg mooi. Dit is de Essence This Is Me Nude Lipstick. Je hebt allemaal van deze in nude kleurtjes. En deze leek mij echt heel mooi, want ik hou van nude. Er staat ook in dat er shea butter in zit. En dat is altijd heel fijn, want dan is het een beetje als een soort van balm
voor je lippen en is het een beetje verzorgend. Ik heb hem in de kleur 04 Retro Macaron. Dus ik ga deze even helemaal aanbrengen. En je moet zo onderdrukken om het een beetje omhoog te krijgen. Nou, ik vind deze echt geweldig. De kleur is super mooi. Hij brengt heel erg fijn aan. Echt extreem fijn. Hij voelt echt als een balmpje. Ik kan echt die Shea Butter echt heel goed voelen. Dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Hij zal vast niet heel lang blijven zitten, want hij is niet mat of wat dan ook. Dus je moet hem wel meenemen om aan te brengen. Het enige waar ik een beetje moeite mee had was om het mooi strak te krijgen. Want de applicator is wel zo in een mooi van driehoekje. Maar hij brengt niet heel recht aan. Dus ik ben een beetje met een potloodje eroverheen gegaan. Maar ja, hij is super mooi. Ik vind hem echt heel erg fijn. En je hebt dus nog meer kleuren. Dus ik ga die andere kleuren ook gewoon halen. Nou, ik heb ook nog een nieuwe gloss voor de lippen. Deze is niet nieuw. Dit is de Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss. De kleur is nieuw, maar niet het product. Maar ik vind deze lipglossjes geweldig. Zoals je al wel kunt zien, ik heb er al 5. Deze zijn zo fijn. Dat is echt niet te doen. Ik heb er echt veel. En ze zijn ook lekker goedkoop. Dit is in de kleur, even kijken of dat erop staat, 17 Let It Go. En het is een hele mooie nude glitter kleurtje. Dus ja, het product is niet nieuw, maar de kleur wel. Kijk hoeveel glitter. Oh, ik vind het zo mooi altijd. Ik hou van die hele extreme glitterglossjes. Echt heel erg mooi. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze twee ook samen zo. Super, super mooi. Nou mensen, dan is de look af. Ik ga de look de hele dag ophouden en ik kom straks terug om te kijken hoe alles er nog op zit. Tot nu toe vind ik echt het beste en echt de winnaar van al deze make-up, deze foundation. Ik vind hem echt zo mooi, dus ik hoop echt dat hij de hele dag goed blijft zitten. Ja, en deze twee voor de lippen, echt super mooi. Dus ja, ondanks dat ik het oogschaduwpaletje niet echt geweldig vind, ben ik toch wel blij met hoe de ooglook is geworden. Ik ben over het algemeen wel blij met de hele make-up look. Ik ga nou gewoon verder met mijn dag en dan zie ik jullie straks weer terug. Oké, mensen, ik ben er weer. Het is nu 9:55. Ik was toen straks klaar rond 3 uur, dus ik heb het al ruim 7 uur opzitten ongeveer. Nou, mijn mening over het oogschaduwpaletje is niet veranderd. Ik zie nou ook dat die zwart-bruinige kleur, de matte kleur die ik allemaal goed vond, hier gewoon echt strepen laat. Je kunt hier gewoon zo'n zwarte streep zien. Dus dit paletje vind ik niet zo fijn. De highlighter zit er nog steeds mooi op. Kijk. En ik heb hem niet bijgewerkt. Dus deze vind ik absoluut mooi. Nog wel is het echt alleen maar voor deze kleur. Maar ook al is het maar voor 1 kleur. De prijs is nog steeds heel erg laag. Ook al gebruik je maar 1 kleur. Dus deze vind ik mooi voor die ene kleur. De foundation. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Wel moet ik zeggen. Hij zegt een strong matte effect. Dus dat hij echt heel erg mat is. Daar ben ik niet echt mee eens. Zoals je kunt zien, mijn hoofd glimt gewoon. Hier glimt hij. Hier, 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 hier. Ik glim echt helemaal en ik heb geen vette huid. Ik heb echt een droge tot normale huid. En als mijn huid al glimt, dan een vettige huid helemaal. Dus ik adviseer hem voor de vettige huid niet per se, maar voor de normale slash droge huid wel. Want ik vind hem wel echt heel erg mooi. Je moet gewoon iets meer poeder gebruiken of iets mats eronder doen of wat dan ook. Ik had nou deze primer eronder. Die was in principe mat, maar niet goed genoeg om het echt goed mat te houden. Dus deze primer is voor mij een one. Want en hij bedekt mijn poriën niet. En hij maakt niet per se mat genoeg om je gezicht echt mat te houden de hele dag. Ja, en de concealer, nee. Dat is voor mij gewoon... Nee, die is niet mooi. Die maakt niet smooth, die creased. Is gewoon echt een no-go. De lipproducten, ik heb nu iets anders op. Een glossje, omdat die andere ik ben ze beneden vergeten. En ik ben te lui om ze te halen. Maar... die twee vind ik echt prima. Ik vind ze echt super mooi. Dus wat voor mij vandaag wel echt heeft gewonnen zijn de lipproducten en deze foundation. Ondanks dat ik wel glim na 7 uur, dan ga ik gewoon vandaag een goede matte primer eronder doen. Nou, dit was dan wat ik vond van de make-up. Een aantal misses, maar ook een aantal goede producten. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Af en toe ook wat extra video's hier en daar. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!